En superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag gaan we even net iets anders doen dan normaal. Inderdaad, want Sinterklaas gaat op blind date met 5 prachtige pietjes die achter een doek verstopt staan. Hij mag vragen stellen en wij bepalen iedere ronde wie er naar huis moet gaan. Ja, eigenlijk heeft Sinterklaas dus niks te zeggen. Nou, hallo, mijn naam is Sinterklaas, ook wel Stoute Sint op TikTok of Pepernotenpapa genoemd. Ja, ik ben mijn hele leven al alleen, dus ik kom hier eigenlijk om een nieuwe vrouw te zoeken. Nou, gelukkig vindt Sinterklaas na deze video zijn droompartner voor de rest van zijn leven. Nou ja, dat hopen we. Waar moet ik staan? We hebben hier een hele mooie plek voor jou. Een mooie plek. Hou jij even mijn stof? Oh, ja. Ja. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat er niet gezongen wordt. Zullen we het even gewoon opnieuw doen? Ja? En dan gaan we allemaal zingen. Sinterklaas kapoentje, ja. Gooi wat in mijn laarsje, dank je Sinterklaasje. Nou ja, kan beter, maar even kijken, hou maar vast, want ik moet wat dingetjes voorgelezen. Oh, sorry, ik. Sorry, gaan we even op ons plek zitten. Zullen we maar beginnen met de eerste ronde? Dames? Ja? Ja, ik ga jullie wat vragen stellen. Ik moet even kijken of dat er iets past, iets tussen zit natuurlijk. Dat is 1. Ja, dat is 1. Ik ben met 1. Ben ik 1? Ja, je bent 1, ja. Oké. Hoi, ik ben Julia. Ik ben bijna 13. En ik kom uit een boerderij in Drenthe. Dat is heel leuk. Wie heeft dit kind geregeld? Ja. 13 jaar. Het wordt niet pedoclaas, trouwens. We kunnen niet alles scharanderen. Goed, nummer 2. Hi, ik ben Dil. Ik ben 26 en ik kom uit Amsterdam. Zo, Dil gaat graag van Bill. Nummer 3. Ik ben Niek, ik ben 21 jaar oud en ik woon tegenwoordig in Utrecht, maar ik kom uit een klein dorpje. Uit Utje. Okay. Uit Utje. Ja. En nummer 4. Hoi, ik ben Tess, ik ben ook 21 jaar en ik woon in Utrecht. Ja, ik voel me hier toch een beetje oud. Maar goed, kan er af en toe tussen zitten. Zullen we maar door naar de tweede vraag? Sinterklaas, je mist iemand. Ja. Kom op, iedereen is zo enthousiast voor jou. Hoi, ik ben Mabie, ik ben 18 jaar en ik kom uit een klein dorpje. Nou, wat mooi. En welk dorpje? Leidingsveld, Giesendam. Zo, de pleeg te pie. Nummer 3. Oh, hallo. Ja, wat is de ideale date voor jou? Ideale date? Ja. Ik denk met Sinterklaas op de bank een lekkere film kijken met wat kruidnootjes. Spannend. Ja, goed. We hebben hier nog wat kruidnoten liggen, dus op zich. Ik kan het regelen. Ja. Nee, goed. En nummer 2? Mijn ideale date, nou, uiteraard met u, Sinterklaas. Maar ik had vernomen dat u een hele mooie stoomboot had. Dus lekker de zon zoeken samen. Dat is wel leuk. Oh, ze gaat voor de boot. Ja, dat zou ik ook wel doen. En nummer 1? Ja, sowieso bij Sinterklaas op schoot. Bij Sinterklaas op schoot, kijk. Jij scoort punten. En nummer 5? Ik zou lekker romantisch Sinterklaas film gaan kijken met wat snacks. Oké. En wat voor Sinterklaas film? Een pikante of een minder pikant? Pikante natuurlijk. Juist, goed zo. Ik vind horrorfilms wel pikant. Hebben we nummer 4? Ik zou met u meegaan op de intocht. Door de stad. Dat is echt leuk. Supportive. Ja, altijd gezellig. Ja, toch? Leuk. En als Piet? Als Pietje. Ja, en wat voor Pietje zou je dan worden? Stoute Piet. Stoute Piet. Een hele lieve Piet. Dan en wat voor Piet dan? Ik ben moet wel een beetje stevig in je schoenen staan, nummer 4. Ja, dat sta ik hoor. Ja, goed. Ja. Oké. Dan gaan we naar nummer 1. Wat is het stoutste wat jij hebt gedaan? Ja, pepernoten gestolen. Van die grote pepernoten. Van die grote, harde, harde pepernoten. Ja, goed. En nummer 2. Wat is het stoutste wat jij hebt gedaan? Niet naar mijn vader luisteren. Dit klinkt een beetje verkeerd. Maar goed, wat zei je vader? Hij zei dat boze Piet zou komen en me mee zou nemen in een zak naar Spanje. Maar ik weet niet of ik dat zo erg vind. Nummer 3. Nummer 3. Ja, hallo. Gaat allemaal goed? Ja, ik moest even... Je had een mental breakdown. Ja. Gebeurt heel veel hierachter. Ja, daar heb ik ook wel eens last van. Ik moet mezelf even herpakken. Het stoutste wat ik ooit heb gedaan. Ja. Ja, dat is een lastige vraag. Ik doe heel veel stoute dingen, Stint. Ik denk dat... Ze haalt ineens de neus op. Dat is een beetje gek. Je moet ervan huilen, meneer. Zeker niet. Je houdt er wel van, hè? Oh, de emoties lopen hoog op hier. Ja. Nee, ja, ik doe wel eens liegen tegen mijn vader ook. Even kijken. En nummer 3, 4. Ik heb een medepietje van de boot afgegooid laatst. Een medepietje? Ja. Welk pietje heb je van de boot afgegooid? De verloren Piet.
Oh ja, die aangespoelde dan. Ja, goed. Ja? Nummer 5. Ik had geen eten in het schoen gedaan voor uw paard. Geen eten in de schoen? Ja. Dat kan echt niet. Ja, dat kan echt niet. Kan echt niet. Er vallen er nu al 3 af. Heb je al een voorkeur? Een voorkeur wie je wel leuk vindt of wie je minder leuk vindt? Volgens mij zijn nummer 1 en 3 het stoutst. Oh. Dus dat gaat goed. Ja. Applausje voor nummer 1 en 3. Woo! Ja, goed. Ja, dat is fantastisch. Ja, en dan zijn we aan het einde van ronde 1 gekomen. Maar heb je niet bij iemand die denkt van, nou, die echt niet, die moeten echt uit. Ja, verschrikkelijk. Dit voel ik niet helemaal. Ja. Ik zeg niet dat we dan naar hem gaan luisteren, maar ja, dat is nee, goed. Ja, ik vond nummer 3 en 5 wel een beetje zwakjes hoor. 3 en 5. Wij zeiden net dat 3 heel stout was. Ja. Sorry, 4 en 5. Ja, ik ben een beetje moeite met rekenen. Ja. Weet je ook wat de namen zijn van 4 en 5? Absoluut niet. Weet je iemand zijn naam nog? Nee. Zullen we nog een namenrondje doen, joh? Ja. 3. Oké, ik ben Niek. Niek? Ja. Oké. Ja. 4. Ik ben Tess. Tess. Ik ben Madelief. Madelief. Nou. Gaat echt onthouden. Nu, één naam. Nummer 3. En hebben jullie nog een vraag voor mij? Ik zal nog spreken. Wat is het stoutste wat u heeft gedaan, Sinterklaas? Ja, dat is wel gelijk de beste vraag. Je moet je snor niet stoppen op plekken waar die niet thuis hoort, laten we maar zeggen. Zullen we daarop houden? Nee, die knippen eruit, hè? Oké, dus wij moeten nu gaan kijken wie we dan wel de uitvindt. We gaan eruit. Even in overleg. Ja. Ja, dat is goed. Oké. Ik vond het wel heel leuk dat Vier ooit een Pieter uit heeft gemieterd bij de boot. Dus ik denk dat dat wel beter bij hem past. Ja, hij is ook best wel... Ja, kijk naar hem. Ja. Wel lekker. Maar ik denk dat we erover uit zijn, hè? Ja, nou, dan is het dan nummer 5. Degene die als eerste afvalt is... Nummer 5! Hallo! Klopt. Ja, goed. Je was niet stout genoeg, geloof ik. Ja. Kan je wel eens hebben. Nou, dan zeggen we maar even dag, hoor. Dag. Klopt. Nummer 5! Ik vind het nu al leuk, jongens. Even kijken. Nummer 1. Ja. Wat staat er op jouw verlanglijstje? Nieuwe Lego set van Klaas. En nummer 2? Even denken hoor. Een paard zou ik wel leuk vinden. Om op te rijden? Zeker. Hou je van rijden? Ik hou heel erg van rijden. Ja, oké, we gaan door. Nummer 3. Ja, ik vraag eigenlijk altijd Sinterklaas voor als cadeautje. Kijk, beste antwoord tot nu toe jongens. Goed, en nummer 4? Ik zou graag een nieuw pietenpakje willen. Een nieuw pietenpakje. En waarom zou jij graag een nieuw pietenpakje willen? Zal ik deze uitkomen? Ja, ik wacht wel hoor. Omdat ik deze gewoon niet meer zo leuk vind. Ja. De uit? Ja, even kijken. Nummer 1. Ja. Wat is jouw favoriete snoepje? Lollies. Ja, jij houdt van sappelen. Absoluut. Ja, dat dacht ik al. En nummer 3. Ik hou niet zoveel snoep. Je houdt niet zoveel snoep. Waar hou je wel van dan? Nee, ik ben meer een koekjespersoon. Koekjes? En waarom? Nou, dat vind ik lekker. Lekkere bijt. En dan gaan we weer naar nummer 1. Lekker makkelijk al. Zou je wel eens geslagen willen worden met de roep? Nou, maar dat is al heel vaak gebeurd, dus ik ben er op zich wel aan gewend. Ja, en hoe kwam dat dan? Ja. Beetje stout geweest? Misschien. Oké, en nummer 2? Ligt eraan waar. Oh, kijk! Dat zijn de goede antwoorden. Oh. Ja hoor. En waar zou je het dan graag wel en waar zou je het dan graag niet willen hebben? Ik denk dat ik dat heel eventjes voor mezelf houd. Oké. Nou ja, goed. Doen we straks wel even dan. En nummer 3. Houden we van, hè? Ja, praat er nou niet tussendoor. Sorry. Ik ben aan het daten. Sorry. Oh, sorry. Ja, doe ja, gewoon een ding. Wij zitten hier ook maar van. Wij moeten ook uiteindelijk oordelen, hè? Het is belangrijk wat wij vinden. Oké, nummer 3. Nou ja, waar is inderdaad wel belangrijk, maar met wie is ook heel belangrijk, Sint. Ja, kijk. Ze beginnen er een beetje in te komen. Weet je niet? En met wie? Nou, met u natuurlijk. Kijk, goed zo. Ja, en nummer 4? Ik sla liever zelf. Oh, oké. We staan een beetje gelijk, geloof ik. Yeah. Dus het is nu echt aan jullie. Zo, dit is moeilijk. Ja, het wordt lastig. Dit is echt lastig. Het wordt lastig. Maar dan zijn we ook wel aan het einde van ronde 2 aangekomen. Ja, heeft iemand geen vraag aan Sinterklaas? Heeft u wel eens iemand geslagen? Ja, dat is wel lang geleden. Maar ik hou wel van slaan, hoor. Af en toe. Het is tijd. Wij gaan even bespreken. Jullie gaan in beraad. Ja, ik vind het wel echt heel moeilijk. Ik vind het ook heel lastig. Zullen we dan toch maar even naar de schoenen kijken? Ja, inderdaad. Dat is belangrijk. Even kijken hoor. Ja, nummer 4 heeft ze wel goed afgetrapt, zie ik.
Die heeft hem in iets van autosnel gestopt, denk ik. En nummer 3. Ook? Ja, ook paardenlaars. Nee, maar dat wil je toch? Want ja. Je rijdt ook een paard, dus het is wel aanpassen. Ups en ook kut. Dat is een mening. Ja. Ja. Dat is jouw mening. Ik vind het wel lekker. Maar nou laat je het aan mij over. Nou, nee. Ik zeg alleen, ik vind Ups en chill te dragen. Ik heb ze zelf ook. Ja. Ja, ik vind nummer 1 wel het beste bij een Pietje pas. Zullen we die er maar uitstemmen? Boeien! Oké. Okay. Nou, dan 3, 2, 1, nummer 2! Oh, nee! Ja, kom je daar nou bij? Oh, hallo Piet! Wat ziet ze er prachtig uit, dat Piet! Hallo. Nou, jammer. Ja, vervelend. Het was niet mijn keuze, maar dat is lekker makkelijker. Ja. Het waren de UX. Het waren de UX. Ja, het waren wel de wel lekker warm, want ik hou van Spanje, dus ja. Maar helaas. Ja, die vraag wel nog. Nou, heel veel succes. Ja, bedankt Piet. Tot de volgende keer weer. Dag hoor. Hey, ik heb gewoon DM, hè. Komt allemaal goed. Ja, oké. Nou, dag hoor. Ronde 3. Gezellig hoor. Ronde 3. Spannend. Ja, ik noem ze nu gewoon nummer 1 weer. Zo. Ja, als je de namen bent vergeten, moet je dat doen, ja. Ja, ik zeg niks. Heb je nog een naam of zo die je nog wel weet? Ja. Nummer 1, ben je bereid om met mij mee naar Spanje te verhuizen? Jazeker. Ja. En warm en strand en bikinipakje en zo. Super chill. En nummer 2? Ja, maar natuurlijk, dat is toch geen vraag? Ja, waarom? Dat is mijn droom. En waarom is dat jouw droom? Nou, ik zie het al helemaal voor me op een boot in Spanje of op een strand. Lekker met Sinterklaas. En nummer 3? Heel graag. Ja, naar Spanje. Nee, heerlijk. Lekker een soort trophy vibes worden op het strand. Zijn dat trophy vibes? Tropische vibes bedoelt ze volgens mij. Tropisch. Ja, ik had hem ook niet even door meteen hoor. Ja, ik moest even nadenken. Tropie. En hebben jullie nog hobby's, dames? Nummer 1, beginnen we dan. Ja, reizen. Reizen. Voornamelijk naar Spanje en Spanje. En alles wat bij Spanje hoort en zo. Oh ja. Ja. En nummer 2. Ik hou heel erg van zingen en van dansen. Van zingen en van dansen? Ja. Oké, en nummer 3. Nou, ik hou heel erg veel van sporten. Dus ook paardrijden en andere sporten. En van heel lekker eten. En wat voor eten vind je dan lekker? Pepernoten, worteltjes. Maar eigenlijk alles wat Sinterklaas ook altijd mee heeft. Worteltjes krijg je genoeg. Ja, oké. Okay. Ik ga lekker opeten. Eens even kijken jongens, en hebben jullie nog een vraag aan mij? Wat is uw favoriete eten? Nou, gewoon patat mayonaise. Oh, hier. Ja. Waar koopt u al uw cadeautjes in? Ja, dat is geheim. Dat mag ik niet vertellen. Interkaart! Nee. Oh, niet in mijn zaken komen! Dat gaan we niet doen natuurlijk. Ja, dan zijn we aan het einde van deze ronde gekomen. Oké. Ja. Nou, dan gaan we weer iemand wegstemmen. Hoe oud ben je nu precies? Hoe oud ik ben? Ja, zullen we eens raden hoe oud ik ben? Oh. Dat kan een dooddoener zijn. Ja. Nummer 1. 23 misschien? Ja, je ziet er nog zo jong uit. Ik denk... Ja, goed. En nummer 2? Nou, ik ging wel richting de 30 hoor. Ja, ik denk ik ga maar eerlijk zijn. Ja, en nummer 3? Nou ja, ik heb je nog niet gezien. Je hebt me nog niet gezien? Oh, elk jaar komt hij terug. Oh ja, tuurlijk. Het wordt een heel apart sfeer. Je zit wel Sinterklaas op dit, hè? Ik denk dat u wel iets ouder bent dan 22 hoor, maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik denk dat u een jaartje of 40 bent. Jaartje of 40? Zo, niet beleefd. Zal ik het maar verklappen? Ja. Doe het ook wel benieuwd. Ja, zal ik dat doen? Ja. Ja, ik ben precies 1 jaar ouder dan de helft van het dubbele van vorig jaar. Dat is oud, hè? Oké, dan ga ik googlen zo meteen. Ja, ga je maar volgen. Ga ik googlen. Ja, dat is goed. Oké, dan zet ik even lekker in de tas. Dan mogen jullie er eentje bestellen. Nou, misschien doe ik het wel 2, omdat je zo hebt gedaan tegen mij. Nou, dat zijn we snel klaar. Dan kan ik naar huis. Ik denk wel dat het iets ouder is dan 40. Dus nummer 1 zat mensen in de buurt. Dus ik denk 1. Degene die wij er deze ronde uit gaan stemmen is nummer 1. Oh jee. Yeah. Ja. Ja, nummer 1. Het spijt me, het was niet mijn keuze. Maar goed, je had de mooiste schoen dan. Ja, waarom word ik het dan uitgesteld? Ja, dat moet je aan hun vragen. Nou, mijn daddy issues lopen alleen nog. Dat is onze schuld. Ja, het spijt me. Oké. Nou, dag wel hè. Nou. Doei. Dag. Volgende ronde dan maar. De finale! We zijn eraan toegekomen, jongens. Hoe snel gaat de tijd wel niet, joh? Geweldig. Langzaam. Maar goed, maak het niet uit. Zal ik maar beginnen met de eerste vraag van ronde 4? Ja. Ja, breek het ijs. Dames. Ja. Wat is jullie schoenmaat? Ik heb maat 41. Ik heb maat... Dit is 40. Ik heb altijd 39 of 40. Oké. Okay. Nou, goed.
prima. Zit er wat tussen, denk je? Ja, alsof ik dat kan weten op mijn schoenmaat. Geen boekvet is natuurlijk. Ja, sorry. Ja, jij wel. Dat is iets tussen de mannen met lange baarden of zo. Als ik langs zou komen, dames, wat zou je dan in je schoen voor me klaar zetten? Ik denk een patatje met mayo. En nummer 2. Ik zou voor u een heel mooi gedicht schrijven. Een heel mooi gedicht schrijven. En wat lekkers bakken, want u kent het gezicht, denk ik wel. De liefde gaat door de maag. Hey. Hoe gaan jullie mij nou als laatste inpakken? Je moet iets verzinnen. Ik denk dat ik een heel leuk dansje voor u zou doen. Oh. Of moet ik dat nu doen? Ja, doe maar een dansje. Wow. Ik word steeds teleurgesteld, dames. Maar goed. Ik vind het wel een applaus. Dat is een heel mooi dansje. Goed, de nummer 2. Nou ja, inpakken, dat doe ik vaak met inpakpapier en een strik. Dus dat... Ik dacht dat je string ging zeggen. Ja, zou jij eerder een string doen, nummer 1? Nou, misschien wel, als verrassing. Oh, ja. Ja, hebben jullie nog een allerlaatste vraag aan mij? Welke schoenmaat heeft u? Ja, ik moet wat compenseren, dus ik heb maar maatje 42 geloof ik. Zijn we eruit, dames, denk ik? Ik denk het wel. Waar ben jij eruit? Want het, is, ja, het draait allemaal wel om jou natuurlijk, ja. Hè? Ja, nummer 1 zou een string aan doen voor me. Nummer 2 is dan op zich... Ik voel nummer 1 ook wel meer de band. Ja. Ja. Nou ja, het is aan jullie. Niet aan mij, geloof ik. Het matcht ook wel met jullie pakken zo. Ik zie het wel is voor me. Is dat zo? Ik zie het wel voor rood. Me. Je houdt van rood. Nee, ja. Dat zeg ik niet. Jij draagt rood. Ik heb geen rood aan. Ik denk dat jij wel van rood houdt als ik dit zo zie. Echt waar? Ja. Hoezo? Ja. Degene die het spel, ja, is het spel, het datingspel moet verlaten is nummer... 2! Oh. Ja. Ik denk dat ze liever met z'n tweeën weggaan dan met mij meegaan. Mag ik niet zo'n ander pietje nog kiezen? Oh. Hallo. Hallo. Ja, oh ja, ze vindt het niet erg. Nou, ga maar weg. Dag. Zo. En dan blijft er nog maar eentje over. Ik hoop niet dat ik teleurgesteld word. Maar je bent het al geloof ik. Kom maar tevoorschijn. Ja. Oh. Ja, dag Piet! Wat een prachtig Pietje. Nou, ik ben blij. Oh, ja, ik ben heel blij. Ja. Ik vind het wel een plaatje zo. Ja. Kleuren matchen mooi bij elkaar. Precies. Ja. Maar zijn jullie ook blij met elkaar? Ja. Ja, uiteraard. Tenminste, als ik voor mezelf mag spreken. Ik ook hoor, Shit. Ja. Heel blij. Ja. Nou, dan hebben we een match, denk ik. Ja, maar wat gaan jullie doen hierna? Dat is wel een grote vraag eigenlijk. Dag hoor! Oké, ik denk dat we zijn geslaagd. En nu blijft er weinig over. Ja. Jij moet ook nog een keer iemand krijgen, hè? Nee, dat gaan we niet doen. Ik heb een paar jongens wel geregeld voor volgende week. Maak je een grapje. Hey, wij zien jullie volgende week bij een nieuwe video. Vergeet niet een duim omhoog te doen. Dit gaan we echt doen. Oké, we gaan. 1, 2, 3, 4. Laat me zien hoe hard je kunt.